Langzaam lopen. Ik zie het al voor me. 66. Tand. Ze moeten geen 66 neerzetten. Want anders zou het een teken zijn. De tand van de duivel. Yo, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Ik ben Matthijs en dit is weer een nieuwe vlog en het is nu echt heel laat. Echt. Het is gewoon, als jullie zien, het is gewoon bijna 3:10. En denken jullie van, waarom ben je zo laat op nog? Nou, ik ben net druk bezig geweest met vlog 50 maken. Die hebben jullie denk ik al gezien, die vlog. Nou, maar die ben ik nu dus aan het opmaken. Die ga ik zo meteen op YouTube gooien. En ik moet ook nog Matthijs Kijkt erop zetten. Wat jullie ook nog wel weten. Dus ik ben nog wel even bezig. Gisteren, want het is nu eigenlijk al woensdag. Want altijd 12:00 s'nachts begint de dag. Nou, ik heb voor mijn neefje heb ik gisteren dit gekocht. Pampersfull dekbed. Hij is helemaal gek fan van Marshall. Dat is echt een brandweerhond. En daar heeft hij twee poppetjes van. Daar heeft hij eentje dat hij in de auto zit. En een knuffel heeft hij ervan. En Marshall die is gewoon een brandweerhond. En dan heb je een politiehond zit erbij. Jace heet die volgens mij, ik weet niet zeker. En nog meer honden dan. En die hebben dan allemaal opdrachten moeten doen. En omdat ik die zag liggen en ik dacht bij mezelf, die moet ik meenemen. Die kan ik niet laten liggen, die moet ik gewoon kopen voor de kleine grote man. Voor die kleine superster zoals ik hem noem. En ik hoop dat hij er heerlijk onder gaat slapen. Maar echt, morgen, nou eigenlijk vandaag, rond 12 in de middag, moet ik naar de tandarts. En waar heb ik een bloedhekel aan? Kamer schoonmaken en de tandarts. Oh ja, en de afwas. Dat zijn de drie dingen waar ik een bloedhekel aan heb. Waarom heb ik een bloedhekel aan de tandarts? Dat ze met de handen in je mond gaan zitten en soms nog even gaan haken in je mond, denk je, ah, oh, echt, ik heb daar zo een fucking bloedhekel aan. Maar ja, je moet toch één, zeggen ze. En gelukkig is het maar 2 keer in het jaar. Maar goed. In ieder geval, ik ga de laatste van Matthijs Kijkt even in elkaar flansen en spreek jullie later in de ochtend. Ik ben nu onderweg naar tandarts en zoals je hoort is het echt winter weer. Hoor de wind waait door de boom, zeggen ze dan. Nou, hier is het, hoor de wind door Vinkveen. Nou, ik ben best wel jaloers op één ding. Ik vertelde aan Meerte, ik ga naar de tandarts. En toen ze meer tegen me. Ja, ik zit lekker dichtbij. Ik denk van zelf, what the fuck? Dichtbij? Die woonde gewoon fucking dichtbij. En ik moet een heel pokkenend lopen. Naar de tandarts. Die een beetje mijn mond gaat rossen. Echt. Ik heb echt een bloedhekel aan de tandarts. Ik hou niet van als mensen in mijn mond zitten. En zo.
En ja. Maar ik vraag me af, zijn er mensen die eigenlijk met een plezier naar de tandarts gaan? Denk het niet. Of het is eerlijk om dan door ons mond te zitten. Dan vind je het leuk, maar ja, dan ben je de tandartsassistent van de tandarts zelf. Of de mondhygiënist of zo, of een beugel zitten. Of iemand. Maar goed. Maar met tanden ben ik eigenlijk. Vroeger woonde ik ergens. Vroeger woonde ik dus ergens. En toen was dus diegene had zoiets dat ik mijn tanden moest poetsen. Ik was nog vrij klein. En toen vond me dan met zo nodig om op mijn tanden te rossen en te krassen dat echt bloedde. En dan kwam ik bij de tandassistent, kreeg ik op me zo de flikker. Omdat mijn tandvlees bloedde. Maar dat was niet mijn schuld. Ik was klein, iemand had op mijn tanden te rossen. Ja. Dus ik ben best wel, daardoor ben ik best wel, vind ik het nooit prettig als mensen in mijn mond zitten. Dat is daar een beetje door gekomen. Dus ja, Marieke, dankjewel! Dankzij jou ben ik het! Nee, maar het is gewoon, sowieso is het al niet fijn als iemand echt de hele tijd in je mond gaat zitten. Om alles weg te halen en noem maar op. Dat soort gebeurtenissen. Ik ben nu bijna bij de tandarts. En ik heb er geen zin in. Ik heb er geen zin in. In ieder geval, net belde ik mijn vader. Want ik begreep dat ik morgen in Almere even slaap. Omdat we een etentje hebben. En het etentje houdt in dat... wegens dat mijn vader zoveel jaar werkt bij Smeding. En dat ik dan veel te laat thuis zou komen. In Vinkeveen. Dus daarom ga ik even mee naar Almere. En wat ik daar ga eten, ik heb geen idee. Nou, daar staat de tandartspraktijk. Langzaam lopen. Ik zie het al voor me. 66. Ze moeten geen 666 neerzetten, want anders zou het een teken zijn, de tand van de duivel. Ik ga nu naar binnen, shock ik. En nu ga ik de deur door. Ik spreek jullie later. Nou, ik ben klaar bij de tandarts. Mijn gebit zag er goed uit. Zei ze alleen, ik had mijn tanden te hard gepoetst. Hey. Kende ik zelf nog niet. Ik had ze te goed gepoetst. Toen hebben ze nog even een foto van mijn gebit gemaakt. En dat is echt zo raar. Je krijgt zo'n ijzer ding in je mond. Dan moet je bijten. En dan wordt er een foto gemaakt. Dat is zo irritant. Echt. Want zo'n ding in je mond is niet prettig. Maar goed. Het is erin, foto klik en dan gaat er weer uit en dan de andere kant. Maar het gevoel is best vervelend. Maar goed, in ieder geval, ik ben klaar. En daar ben ik blij om. En dan ga ik even pinnen. En dan ga ik even eten scoren, want ik heb nog echt niks gegeten. Helemaal niks. Dus dat moet ik maar gaan doen. En dan spreek ik jullie thuis weer. Yo, ik ben weer thuis aangekomen. En er is weer iemand hier. Ik zal hem even laten zien. Boy. Boy. Nou, boy. Er is één ding wat boy eigenlijk altijd denkt als hij hier is. Eten. Eten. Niet. Dat zijn toevallig dvd's waar je niet van mag kijken. Dat is Emiel, die ken je ondertussen wel. Oh.
kijk, als Boy hier is, wil hij altijd maar één ding hebben. Op zoek naar eten. Kom, Boy. Echt brutaal, overal snuffelen. Boy. Kom. Je bent brutaal, jij. Je bent brutaal. Kom. Ja. Doei. Ik ben lekker bezig hier. Ik heb alles hier aangesloten bij mijn computer. Dus dat ziet er nu echt zo uit. Hier is mijn computer, laptop, tablet en telefoon heb ik ook, en plus de camera. En natuurlijk kan ik dit niet alles zo laten, maar ik vind het nu wel relax eventjes zo'n kabel neerleggen. En niet vergeten, Emiel is toevallig hier ook, maar dat was wel even een stunt. Dat heb ik al eens vaker. Emiel is echt grappig met sommige dingen. Emiel verstopt zich soms op plekken, zijn vaste plekken, en dan weet je, daar ligt hij. Maar dan kijk je op die plek, ligt hij daar niet. En dan denk je echt van, waar ze zijn. Ga je naar de moeilijkste plekken, ligt hij gewoon op de simpelste plek. Zoals nu, ik had gezegd, ga maar lopen. Emiel is gaan lopen. Ik om tafel kijken. Om de kast gekeken, computerkast, mijn stoel, achter de deur, nergens. Ligt meneertje uiteindelijk hier naast de computerkast. Echt. Ligt die hoor. Hallo. Dag, je lekker? Maar ik heb wat voor jou. En ik hoop dat jij het gaat pakken. Ik heb een speciaal. Ligt hieronder. Udini. Hij is heel lekker, hij is heel gezond, vol vitamine en hij is voor jou. Je hebt hem denk ik nog niet gezien, maar dan gaan we even veranderingen brengen, want ik pak hem eventjes op. Kijk. En ik leg hem neer. En jij mag niet weg, want jij gaat die kant op. Richting de baard te gaan. En je kan smullen. De vraag is, gaat Emiel smullen, ja of nee? Ik ga even kijken wat ik nu ga doen. Ik ga nog even, denk nog een beetje aan de vloggen werken. En spreek jullie later. Yo, ik heb net een interview afgelegd voor een schoolproject van een vriendin van me, Daisy. Dat is het zusje van Ilona. En we hebben daarna nog een heel gezellig gesprek gehad. Even gelachen. Want Deze en ik hebben elkaar al heel lang niet gezien. En we hebben elkaar weer even gesproken. Het was een interview bedoeld. Maar we hebben nog even gezellig op Skype met elkaar lopen praten. Het was weer een gek, grappig gesprek. Dus het was weer ontzettend gezellig. In ieder geval, ik ga wel afsluiten. Want morgen heb ik een etentje. Dus ik hoop dat jullie deze vlog leuk vonden. Duimpje omhoog, niet het duimpje naar beneden. Word abonnee op Matthijs Ruitenbeek. En voeg mij toe op Facebook. En natuurlijk Laurens. Dat is vlog, middenstreep, Laurens, middenstreep en middenstreep Matthijs. En daarom zeg ik na elke vlog, laters!